En we zijn gebleven bij de 22e partij van vanavond. Eerder op deze avond hebben we al kunnen kijken naar de twee halve finales in dat MMA 4-mans toernooi tot 70 kilogram. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd tot de finale en daar gaan we nu naar kijken. De finale van het MMA 4-mans toernooi, heren tot 70 kilogram, vechtend vanuit de blauwhoek. Komt uit namens Death Row. Hier is Saladin Hawk. Bokuev. En dan nu zijn opponent vechtend vanuit de rode hoek. Komt uit namens Lekkage. Hier is Joey Nazella. Voor de rode hoek, Joey Nazella. We gaan kijken naar de finale. MMA 4-mans toernooi, heren tot 70 kilogram. Blauwhoek Saladin Bokuev tegen van de rode hoek, Joey Nazella. We vechten drie rondes van 3 minuten. Scheidsrechter Tarek Ka. Let's go.
Ja, dames en heren, kijk naar de finale van het MMA 4-mans toernooi in de categorie tot 70 kilogram. Een groot applaus alsjeblieft voor allebei de mannen, Salahattin Bolkoev en Joey Nazella. En de winnaar van dit toernooi, middels een submission in de tweede ronde, na 2 minuten en 22 seconden. Dames en heren, de kampioen van dit toernooi is geworden de man in de blauwe Salahattin Bolkoev.
Ja, dames en heren, laten we nog één keer horen voor de winnaar van het viermanstoernooi bij de MMA. Namens Death Row, Saladin Wokue. En dames en heren, als je het toernooi wint, dan mag je natuurlijk altijd even iets zeggen door de microfoon. Ik geef de microfoon aan Saladin. Ja, ja, als iemand hem wil sponsoren, dan houdt hij zich aanbevolen. Genoeg mensen met geld in de zaal, dus dat gaat vast wel goed komen. Saladin Wokue, onthoud deze naam.